Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Freddy Fish 4 en de kidnapping in de Zilte Zee. Ik heb deze week te horen gekregen dat ik mijn studie scheikunde dit jaar niet kan afmaken. Tenminste, het kan wel, maar het mag niet. Oftewel, mijn motivatie voor het leven in het algemeen is momenteel keihard nul. En ik heb heel veel vrije tijd. Oftewel, meer Freddy Fish video's op dit YouTube kanaal. Yay! Als je meer wilt weten over dat hele studiegezeik, moet je eventjes de video kijken op mijn scheikundekanaal Serpent Science. Ik zal je er niet verder mee lastigvallen, alleen de boosheid moest er gewoon eventjes uit. Onthoud, als je ooit verdrietig bent, als je ooit boos bent, je kan altijd nog Freddy Fish spelen op YouTube. Laten we lekker verder gaan en meteen beginnen met het kopen van een kauwgompie. We zouden graag dat pakje kauwgom kopen. Kauwgom kopen? Heel graag zelfs. Uitstekend, uitstekend. Oké. Okay. De rubberbubbel is echt de rubberbubbel op de markt. Het zal je niet teleurstellen. De kauwgom kost 2 paarse zeeegels. Dus je kunt me de tweede meteen geven. Of ik kan, als je wilt, een kauwgomspaarplan voor je opstarten. Wat? Zodat ik je de kauwgom geef als je me de rest betaalt. Een kauwgomspaarplan. Het zijn de skere tijden. Als je bij de supermarkt bent, ja, kan je nu je producten geven of zet er een spaarplan op. En dan kun je langzaam sparen en dan krijg je het volgende week van me mee. Nee, nee, Harry. Ik hoef je spaarplan niet. Hier heb je je tweede zeeegel, makker. Paarse zeeegel voor het pakje kauwgom. Schitterend, schitterend. Ik zat dus eventjes te kloten. Alsjeblieft. Dankjewel. Misschien zelfs wel het laatste pakje in het Wilde Westen. Wow! Je hebt een slimme koop gedaan. Bedankt. Super zeldzaam. Geen geld terug. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij gewoon meteen een nieuw kauwgompje neerlegt. Oh, dit is misschien het laatste pakje van Wilde Westen. En dan vervolgens zie je een hele stapel van die dingen liggen. Ik zit even te denken, wat kan je met die kauwgom? Maar wel dat ene beest die motorbanden en botten opat. Volgens mij moet je hem de kauwgom geven en dan kan je er langs. Voor de rest kunnen we nu eindelijk hierheen. Je had je die ene vis die super groot wordt de hele tijd. Als je daar de peper op gebruikt, om een of andere reden, dan wordt die niet super mega groot. Dat is wetenschap, man. Het is toch prachtig dit. Het is toch mooi, machtig, prachtig. Oh, wacht, hij blaast gewoon weg natuurlijk. Nog beter. Hopelijk is hij dood. Ik hoop dat hij niets bezeert. Ik hoop het wel, Freddy. Ik heb nog nooit iemand zo zien niezen sinds een kind op school een wormpoppetje in zijn neus had. Dat was je, Bas. Oh ja. Sinds wanneer moet je niezen als je een wormpoppetje in je neus hebt? Ik wil het nu niet gaan proberen. Oh, dit is fijn, dit is fijn. We hebben allemaal meteen namelijk nog steeds nul dingen van de lijst. We kunnen hier de letter K meenemen van kelp. Dat kun je spellen met kelp, de kelpmijn. Fuck die shit. Ik neem gewoon lekker die letter K mee. Dan kunnen we dan op een gesp zetten, of niet dan? Nu hebben we bijna een klein beetje de game uitgespeeld. Yay! Oké, dan. We kunnen ook deze mondharmonica meenemen. Hey. Een harmonica. Yeah! Ik wil niet boos zijn, maar... Ik denk dat je alleen wat lessen nodig hebt. Ik denk het ook, ja. Maar nu houdt dit op. Dit is moeilijker dan het lijkt. Ik vind het trouwens... weet je wat ik leuk vind? Waar dat echt een passie is van mij? Geluiden onder water, if you know what I mean. Zeg maar, stel je gaat naar een zwembad toe, een druk zwembad met fucking veel irritante rotkinderen, en je gaat onder water zwemmen, dan hoor je... Je hoort alleen maar niet hoorbare geluiden. Dat is omdat geluid gaat veel sneller door water, als ik me niet vergis, of gaat het veel langzamer. Shit man, natuurkunde shit. Misschien gaat het sneller door lucht? Ik weet het echt even niet uit mijn hoofd, sorry. Maar normaal gesproken kunnen je oren heel goed horen waar het geluid vandaan komt. En op het moment dat je onder water gaat, is de snelheid van het geluid heel anders, wordt het geluid vervormd. En je hoort niet meer waar het geluid vandaan komt. En daarom, als je onder water in een druk zwembad bent, hoor je alleen maar... Vind ik interessant. Ik heb echt graag in zwembaden. Dan onder water. Hey, zou je deze leuk, man. Harmonica willen hebben? Gratis shit! Tuurlijk wil je gratis harmonica. Of ik dat wil. Yeah, bitch! Oh, speel alsjeblieft een liedje voor me. Oké,
Oh, Sahara Jim. Zo heet hij toch? Sahara Jim. Oh, een mooie man zeg. Dit is fantastisch. Hier. Oh, dan krijgen ze een strikje. Wat handig. In ruil. Met mijn complimenten. Bedankt. Zo heb ik er helemaal nog niet over nagedacht. Je hoeft je strikje ook helemaal niet te geven. Het strikje was toch gratis? Wat is dit? Oké, we gaan eventjes verder. Ontzettend bedankt. Geen moeite, man. Abonneer op Serpent Gameplay. Gisteren had je dus op YouTube de grote unsubscribe glitch. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Er was best wel veel paniek bij veel mensen. Bij mij niet. Ik had vrij weinig abonnees die weggingen. Thanks daarvoor. Wat gebeurt hier nou weer dan? Hij probeert ze te temmen. Oh, hij probeert ze te laten slapen door heel veel schapen over een hek te laten springen. Ik versta helemaal niks van die gast door al die irritante varkensbeesten. Oh, een zielige boef. Alsjeblieft, ga even slapen. Oh. En het zat dus zo dat de bug was, als jij op een YouTube kanaal abonneerde en je zegt er dan weer je abonnement op, dan was het niet zo plus 1 abonnee, min 1 abonnee. Het was plus 1 abonnee, min 2 abonnees. Dus als je een YouTuber heel erg haat, dan kon je zo abonneer, onabonneer, abonneer, onabonneer, abonneer, onabonneer. En dan verloren ze heel veel abonnees. En heel veel YouTubers hadden super last van. En blijkbaar had niemand zin om de moeite te doen voor mijn kanaal. En het is puur een visuele bug. Voor mij is het vandaag alweer allemaal goed gezet of morgen. Je raakt niet daadwerkelijk abonnees kwijt. Dus dit komt allemaal goed uiteindelijk. Even kijken, we kunnen hierheen. En dan kunnen we even kijken of dit fantastische kauwgompje nog een klein beetje effect heeft of niet dan. Vast wel. Iedereen houdt van duurzame kauwgom. Oh yeah, wat een prachtworp dit. Oh! Oh! Oh, Vreefish. Wat ben je aan het doen, joh? Met je leven. Nou, meer dan ik momenteel. Hey! Dat moet die haai een beetje bezighouden. Ja! Hij ziet er eigenlijk best gelukkig uit. Ja. Ik heb een nieuw idee. Laten we gewoon alle dieren tot vegetariërs maken. Door ze gewoon kauwgom te geven. En dat ze dan geen vlees meer eten en langzaam uitsterven. Oh ja, wat voor mij. Het enige wat we nog nodig hebben zometeen, als we eenmaal dit klepje hebben, is de cowboyhoed. En de cowboyhoed die lag er, alleen er zit een garnaal onder en die is ook een sheriff ofzo, maar zijn ster was afgepakt. Mooi, laten we hem meenemen. Dus we moeten de ster, moeten een ster voor hem fixen, gewoon een zeester, en dan is hij weer sheriff en dan krijgen we zijn hoed. Nou twijfel ik een beetje of we een zilveren of een gouden ster mee moeten nemen. Ik ben niet balls deep in de cowboywereld, zeg maar. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik ben geen cowboy. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. We hadden voor mij het goede moertje gehaald hiervoor. Dus dan kunnen we dat wiel even lekker fixen. Nou, Rick, wat ben je nou voor super genie? Deze game voor 3 jaar en ouder speel je gewoon keihard uit. Yes! Hij is gemaakt. En het blijft daar ook zitten, hè? Hoeven we geen lijm of zo te gebruiken? Voorzichtig, hè? Praat in de buurt van Elmer niet over L.I.N. Dat jaagt hem verschrikkelijk. L.I.N.? Wat heeft hij tegen lijm? Oh, lijm. Lijm! Lijm! Same, same. Ik ken deze emoties. Ah, shit, man. Fucking die kreeft vermoord. Was dat nou nodig? Pakketje! Eindelijk! Hij heeft een nieuw deurtje. En wij mogen het oude deurtje hebben. En dan kunnen we dat ene ding maken. Zouden we de klep van deze oude brievenbus mogen hebben, nu je hem toch niet meer gebruikt? Nee! Natuurlijk. Neem maar mee. En laat me daarna lekker met rust. Ik laat je met rust, broeder. Oké, dan we hebben dit klepje. Dan kunnen we als goed is naar de smid toe. De man van alleen gespen, die alleen maar gespen maakt. Die kan dan een gesp voor ons maken. Verder moeten we nog eventjes de juiste hoed fixen. De juiste hoodie. Snap je? Nee, het is heel flauw. Oké, dan even kijken. Moeten we hierheen? Yes. Als goed is krijgen we dan de hoed. Hier. Ik denk dat deze van jou is. Het leek ergens of ik deze game nooit ging uitspelen. Maar het schiet toch nog een beetje op deze aflevering. Yahoo! Wahoo!
Hij is zo blij. Ik kan u niet genoeg bedanken. Wat jullie ook nodig hebben, je hoeft het maar te vragen. Wat dacht je van die mooie grote cowboyhoed? Natuurlijk, ik heb dat oude ding toch niet meer nodig. Als jullie me nu willen excuseren, ik moet kijken of iedereen zich aan de wet houdt. Dieven moeten worden gevonden. Geef een man een zeester en hij is opeens een sheriff, jongens. Dit is het leven. Maar we weten waar de dieven zijn. Hé, hey, jij daar! Dat is een laadzone. Het lijkt me dat zelf die dieven moeten vangen en de zwijntwissen moeten bevrijden. Wat een kut sheriff. Hij wil niet eens naar onze tips luisteren. Fucking misdaad overal, man. Nou, we hebben in ieder geval de hoed. Een grote cowboyhoed. Cowboyhoed. Dat is fantastisch. Yeah! Zie ik eruit? Alsof je een kleinere hoed nodig hebt. Oh. Ja, misschien heb je wel gelijk. Ja, misschien wel, ja. Even kijken. We moeten lekker verder gaan. Krijgen we nu een filmpje weer, ja. Bill, ik weet het echt niet meer. Deze zwijnvissen maken me gek. Oh. Ze willen niet eten of slapen. En ze maken gewoon kabaal. Waar hebben ze die accordeon vandaan? Heeft hij ze een accordeon gegeven? Heb je al geprobeerd om hen dat verhaal te vertellen over je reis naar Atlantis? Dat werkt bij mij altijd. Oh, bedankt hoor. Oh. Ik zal Mr. X maar weer bellen. Echt zo. Mr. X, de supergeheime bandito-boef. Oké, dan gaan we even lekker deze kant op. We zijn echt gewoon, eigenlijk hebben we de game uitgespeeld nu. Ja, nog niet, want je ziet nog niet het einde van de game. We moeten eerst even de hoed blauw verven volgens mij. Even checken. Ik vind die hoeden echt... Je kan deze omaatjes eens laten spugen. Het zijn niet allemaal omaatjes. En dan verandert dit van kleur. En dat is niet hoe kleuren werken. Maar vooruit dan maar. Dan kunnen we de hoed even lekker inkleuren. Gewoon verven in het mens in octopus inkt spuug. Beetje smerig dit. Jakkie. Getsidemi. Ik denk dat de blauwe er mooier uitziet. Nou ja, ik heb hem gewoon nodig. Het is niet echt een dingetje van fashion momenteel, Freddy. Ik heb dat nieuwe ding gewoon nodig. Nee, oké, prima. Ga even naar de smid toe. Oké, dan. Ja, ik heb het klepje meegenomen. Dus even bang ik hem vergeten was. Kun je een gesp voor ons maken met dit erop? Een letter! Natuurlijk! Zo blij. Een afgerond stuk metaal om als achterkant te gebruiken. En ik ga aan de slag. Hij heeft ook zelf niet eens metaal. Je bent toch een gast die gespen maakt? Het was een metaal liggen. Hij is zo blij. Oh jongens, als je ooit op zoek bent naar werk of een opleiding, zorg ervoor dat je net zo blij bent met je werk als deze man. Sowieso. Oh, een schattige man. Jax? Lekker muziekje hoor. Beste werk, alleen nog een gesp. Heb je een gesp? Oh, dat is fijn. Bedankt. Oké, jongens. Ja. Bedankt, meneer Torso. Alsjeblieft, noem me Nelson. Oh. Oké, we hebben nu alles. Om naar de boevengrot te gaan. Dab. Deed hij nou een dab? Sowieso. Het enige wat ik wilde, was ooit een zwijnvishouder. Oh, hij wou gewoon een zwijnvis hebben. Dus dan stilt hij ze maar. Zo'n zielig levensverhaal. Die we niet kennen. Ja, nou, ik ga maar weer naar binnen. Laat geen vreemde naar binnen, oké? Okay. Alleen dieven! Jullie zijn geen dieven, dus ik kan je niet naar binnen laten. Ik hou zo van die dieven, man. Laten we even naar hem toe gaan. Even kijken hoe het nu allemaal gaat. Je bent dan nog gecomment. Je kan de kluiscode nog opeten, trouwens. Hey Freddy, kunnen we dit briefje nu opeten zoals erop staat? Ik denk dat we de combinatie niet meer nodig hebben. Een belangrijke shit.
snap ik waarom de dieven het niet opgegeten hebben. Dat is gewoon goor. Het smaakt naar papier. Ik heb oprecht wel eens een stukje papier gegeten. Gewoon omdat ik benieuwd was naar de vraag. Nou, ik heb het denk ik nooit doorgeslikt, maar gewoon eventjes gewoon een propje. Al in mijn bek en dan ja, het is gewoon smerig. Nu, als je toevallig heel benieuwd bent, je kan het nu proberen. Het mag. Jij blijft hier, terwijl ik probeer voorbij de wacht te komen. Oh, okay. Shit. Stop! Dit gebied is alleen voor dieven. Nou, oh, ik moet deze spullen even opdoen. Howdy, cowboy! Het is misschien een beetje groot voor jou. Maar zie ik eruit als een dief? Oh. Oh! Ja. Oké, okay, dan is het goed, Lubas. Sick. Wow, dat ziet er eng uit. Ik geloof dat je een dief was. Ik ga echt gewoon full dief momenteel. Ik ga rapmuziek maken onder de naam Dief. Ik ben een goedkope rip-off van Boef. Dief. Daar, die dieven kunnen me zo niet onderscheiden. Nee, een echte dief. Het is een goede uitrusting. Gaan we naar binnen. Jij blijft hier, terwijl ik probeer voorbij de wacht te komen. Is wat? Helemaal prima. Ik ga met je mee. Oh, kijk. Slim. Goed idee. Stop! Dit is een... Hey, howdy, dievencollega. Dievencollega? Mr. Eagle, waarom lach ik hierom? Heeft om ons te helpen met de zwijnvissen, hè? Arme Bob, hij heeft het behoorlijk moeilijk met die zwijnvissen. Oh. Nou, ga maar naar binnen. Hij zal blij zijn om jullie te zien. Yay! Hallo, Boef. Ik kom helpen met de zwijnvissen. Het is ons gelukt. Shh. Hou je bek, Lubas. Hou je fucking bek. We zijn binnen. Aan welke kant denk je dat de zwijnvissen zitten? Dat is een nummer van Boef trouwens. We zijn binnen. Noem het gewoon even op. Ik denk dat het gekrijs van... Hey, jullie zijn geen dieven. Wat doen jullie hier? We gingen net weg. Jullie gaan nergens heen. Mr. X weet wel wat we met jullie moeten Mister doen. Mr. X. De meest coole naam voor een boef ooit. Mr. X. Niemand weet wat ik heb meegemaakt. Gevangenis, Lubas. Wat doen we nu? Het bewoog niet eens. Nope. Deze deur zit duidelijk op slot. Oké, even kijken. Als het goed is, kan Freddy dit optillen? Het lijkt erop dat er onder al deze kanonskogels een uitweg is. Ik heb nooit een vissen kanonskogel zien op. Oké, dan, dat kan gewoon. Dat is gewoon legit. Deze zijn zwaar. Nou, blijkbaar niet, want je kan het gewoon optillen met je kleine vinnenarmpies. Ah, kijk, dat scheelt een hoop tijd en werk. Dat moet genoeg zijn. Dan kunnen we waarschijnlijk daar naar beneden. The Great Escape, jongens. We gaan de sheriff erbij halen. God non de Jew. Ja. Oké, dan gaan we die kant op, denk ik. Yes. Hey, kijk. Hier zijn ze. Daar zijn de verdwenen zwijnvissen. Ik maak trouwens de game al even af, want voor mij zijn we er bijna. We weten precies waar we zijn. Oké, dan. We hebben hier een telegram. Het ziet eruit als een telegram. Maak je geen zorgen. Stop. Houd ze in het ijs totdat ik terugkom. Houd ze in het ijs. Stop. Je weet wel wie. Heel interessant. Mr. X. Houdt ze in het ijs. Er ligt er ijs naast. Een van de dieven nam het mee naar binnen. Ik weet ook niet waarom. Voor mij is houdt ze in het ijs een soort spreekwoord idee. Alleen wordt het verkeerd opgevat. En hebben ze daarom ijs meegenomen. De zwijnvissen door dit gat eruit krijgen. Kunnen we weg? De zwijnvissen passen daar niet doorheen. Shit, man. Maar het lijkt erop dat wij dat wel kunnen. Ah. Dus we moeten even deze geniale bevrijdings... Oh, ik weet het alweer. Ik denk dat we een andere manier moeten verzinnen om de zwijnvissen te bevrijden. Ik weet het. We moeten dit ding... vastmaken aan dat raam, dan het anker laten zakken en dan trekken we het raam eruit. Kunnen we dat nu doen? Dit is een leuke stip. Ja? De ketting gaat niet helemaal tot aan de tralies. Oh. Ja, daar moet een soort haak aan volgens mij. Die kunnen we... Oh, kijk, zit daar achter dat roer. Even kijken, dan draaien we één keer aan het stuur waarschijnlijk. Kijk, ik ben de kapitein. Ik ben de kapitein! Oké, dan. Hoorde jij ook iets?
een krakend geluid? Volgens mij kwam het daar vandaan. Daar vandaan. Oh ja, kijk, dan krijgen we dat fucking haakje. Gaan we die kant op. Haakje vastmaken. Aan het raam. Hoppakee. Laat me zakken. Boom. Game uitgespeeld. Hier fucking Nobelprijs voor de vrede voor mij. Zwijnvis, bedankt, maar later maar, bitches. Ik ben klaar om het anker neer te laten. Klaar, Freddy. Ga je gang, maatje. Hou die cowboy. Hey. Free Zwijnvis in 2017. Kom alsjeblieft terug. Alsjeblieft, kom terug. We gaan naar huis. Dat eten is hier verschrikkelijk. Wat moet ik nou doen, Bob? Ik denk dat jullie jezelf aan moeten geven. Oh, shit. Wet? Welke wet? Ja, ik zie geen wet. Dan stel ik voor dat jullie je omdraaien en heel langzaam. Ja, ook erin als ik gearresteerd word. Welke wet? Ja. Ik zie geen wet. Alle anderen uit het dorp lijkt het wel. Jochies, dat was indrukwekkend goed werk om deze twee aan te houden. Ik zal ze nu naar de gevangenis brengen. Jullie moesten jezelf schamen. Wacht even, sheriff. Er is nog iemand betrokken bij deze zwijnvisdiefstal. Ja, dat klopt. Ze bleven praten tegen iemand die Mr. X werd genoemd. Ik heb zijn gezicht nog nooit gezien, maar hij had de leiding. Hij heeft de roof en alles gepland. Is dat gepland? Zo? Wat als dat inderdaad zo is? We zullen nooit zeggen wie Mr. X is. Maar ik weet wie Mr. X is. Eigenlijk weet ik al wie Mr. X is. Hij is zelfs in deze kamer. Shit. Toen de dieven Loebas en mij vingen, belden ze Mr. X om te komen beslissen wat ze met ons moesten doen. Ik vermoedde dat hij hier al was toen jullie allemaal aankwamen en toen gewoon tussen de menigte is geglipt. Nou, fucking welke is het dan? Ik weet eigenlijk niet wie Mr. X is. Deze gast was heel verdacht en deze gast was eerder... We gaan klikken eens op deze gast. Ik denk meneer Vingers. Ik denk dat hij minder kans heeft te zijn dan die andere gast, maar ik ben wel benieuwd. Ik weet niks van stelen, alleen van piano spelen. Nadat we het briefje aan de dieven vonden waarop stond ze hier te ontmoeten, hoorden we dat je hen belde om hierover te praten. Briefje? De enige keer dat ik gebeld heb was over een weddenschap. Een weddenschap? Ja, kijk, ik doe mee aan een weddenschap met Charlie, met de zeven vingers van de plankton. Charlie? Over deze specifieke noot in een oude ragtime melodie. Hij denkt dat het een bemol is, maar het is echt een a-mol. Groot verschil. Beste alibi ooit. Loebas, dan is het deze gast. Toevallig langs toen we Sahara Jim een telegram zagen versturen. Sahara Jim. In het telegram stond: houd ze in het ijs. En toen we hier kwamen, lagen hier grote blokken ijs met de zwijnvissen erin. Dat zou toeval kunnen zijn. Maar we hebben ook een telegram gevonden. Zet ik zo'n groot telegram op, voor als je niet kan lezen of zo. Het is waar. Het is mijn telegram. Exposed. Ik ben Mr. X. Ik snap alleen nog steeds niet waarom we de zwijnvissen in het ijs moesten houden. Dat bedoelde ik niet letterlijk. Het is maar een uitdrukking. Het betekent ze opsluiten. Dat vertel je ons nou pas. Maar ik wilde niemand kwaad doen. Ik ben het alleen zo moe om steeds maar op reis te zijn. Aww. En ik dacht dat ik, als ik wat zwijnvissen zou hebben, misschien zou kunnen beginnen met een zwijnvissen. Arme Sahara Jim. Dat is geen excuus. Jullie moeten je allemaal schamen. Je moet gewoon niets pakken dat niet van jou is. Doodstraf! En het is ook gewoon verkeerd. Je hebt gelijk. Het spijt ons. We willen eigenlijk geen dieven zijn. We willen niemand wil een dief zijn. Geloof mij maar. We weten niet hoe. Zwijnvissenhouder, zegt je? Ik heb nog steeds wat hulp nodig bij mij thuis. Ik ben blij dat alles zo goed... Eind goed, al goed. De dieven zijn nu stagiaires. Ik kan Olly niet genoeg bedanken voor alles wat Golly gedaan heeft. Golly. De zwijnvissen zijn veilig thuis. En de dieven zijn gevangen genomen. Hoe gaat het met hun straffe alternatief? Je bedoelt alternatieve straf, jongen. Oh ja, hoe gaat het daarmee? Ik denk dat het goed helpt. Het is hard te werken.
ons aan de echte zwijnvishouder. Kunnen wij ook leren om zwijnvishouders te worden? Natuurlijk. Alsjeblieft, ik heb iets voor jullie. Grote cowboyhoeden. Yay! Eindelijk! Die van ons is middelgroot, dus hij zal precies passen. Wauw, jongen. Allee, vooruit, jullie tweeën. Ik zal jullie laten zien hoe dat je een lasso knoopt. Oh, yeah! Oh, geef me een ranch en een zwijnvis of 10. Dan ben ik gelukkig en blij. Dankjewel voor het kijken naar Freddy Fish 4 en de kidnapping in de Zilterzee. Het was me weer een fantastisch, emotioneel meeslepend avontuur, maar we hebben het voltooid. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering van Rick die speelt gare fucking kinderspellen. Dankjewel voor die kijken. Tot in die volgende aflevering. Hoop ik vond je leuk. Duimpje omhoog en dikke vette. Doei!